Goedenavond, nacht. Ja, het is de stilte van de nacht en dan neem ik een moment voor mezelf, voor meditatie. Meestal laat ik anderen in die mate voorgaan dat ik mezelf vergeet. En dan loopt alles een beetje in het onder. Het is belangrijk dat we plannen maken en dat we die ook uitvoeren. Nu, als je geen tijd meer krijgt om plannen te maken, kan er ook niks uitgevoerd worden. Dus nu, in de stilte van de nacht, neem ik even de tijd om meditatief na te denken over alles. En te verdragen wat ik allemaal zie gebeuren. En telepathie, dat was het eerste onderwerp waarover ik wou spreken. Nu, telepathie kan een inbreuk zijn op de privacy, maar regeringen gebruiken remote viewing en telepathie al lang. Dus zeggen dat dat niet bestaat is onzin, want dan is de VN zelf knettergestoord, want die geven boekjes uit over telepathie en het etherisch lichaam. Ik heb daar mijn kritische bedenkingen over heel die Lucy's Trust, maar voor de helft spreken ze de waarheid, voor de andere helft liegen ze. Dat moet je gerust weten over dat soort dingen. Andere deel, ik kwam ooit een straatmuzikant tegen, met een mooie naam, en die zei dat er met mij niks mis was, en dat deed deugd. En daarnet kwam ik twee Italianen tegen, en die deden een vriendelijke, heilzame beweging, dat de muziek leuk was. Van de Pita Bar. Heel leuk. En hier zit weer een vlieg. Ik heb een hekel aan vliegen. Ik heb mij ook eens laten wijsmaken dat dat het symbool van zwarte magie zou zijn. Maar ik weet niet wat dat waar is. Ik laat dat aan een parapsychologen over om dat even te onderzoeken. En ik heb vanuit mijn getraumatiseerde vroegere zijn, en ik merk die reactie soms nog, soms foute dingen gezegd omdat ik op een gegeven moment overal fascisten zag. Omdat ik een leven tussen niet zo'n bona fide mensen heb doorgebracht en dat zorgt dan wel eens voor de verkeerde reacties tegen mogelijk de verkeerde mensen. Nu, de waarheid komt wel aan het licht, hoe dat allemaal juist zit, ik kan mij alleen maar baseren op wat ik weet en ervaren heb. Eén ding is zeker, men heeft geprobeerd, maar men heeft mijn willetje niet kunnen breken en daar ben ik blij om. En aangezien dat nu heel spannend wordt, want de komende 4 dagen worden echt heel spannend. Niemand weet wat er staat te gebeuren. Sommigen denken dat de beurzen weer gaan crashen, dus wees gewaarschuwd. Anderen spreken over een meteorietinslag. Dan hoor ik verhalen van dat Amerika gaat overstromen met een grote tsunami. Dat is al lang gedacht dat dat ging komen door de Maya's. Ik weet niet wat dat gaat uitkomen. Het zijn allemaal maar voorspellingen. Maar er is wel iets op til. En heel die nieuwe wereldorde zag er prachtig uit. Hoe dat Manly Hall dat beschreven, leek dat mooi. Maar het mag geen tirannie worden. Hè? The Empire of Liberty can just become a tyranny. En dat is niet de bedoeling. En dat zal het ook niet worden, want de lichtkrachten gaan het overnemen. En de bevrijding van de mensheid is het doel. En al wie dat daar tegen is, of wie dat graag liegt, of bedriegt, of de dingen verdraait, zal aan het kortste eind trekken. Dus, zij die recht in hun schoenen staan. Ja, mijn schoenen liggen daar. Ik zit hier, maar ik wil ze gerust staan doen. Voilà. Oeps. En dan sta ik nu letterlijk recht in mijn schoenen. Voilà. Het is bewezen. Nee, alle gekheid op een stokje. Er staat nog wel wat voor de boeg, maar voor angst kiezen gaat niemand niet helpen. En ja. Hoe meer je bewust wordt, hoe meer je beseft hoe weinig je wist voordat je weer bewuster werd, en dan moet je daarnaar handelen. En ja, ik krijg soms de kritiek dat ik racistisch zou zijn ten aanzien van Duitsland, omdat ik niet zo een hoog beeld heb van Duitsland. Dat wil niet zeggen dat elke Duitser slecht is, maar die in karma zit niet zo juist. En ja, zolang dat Sun daar niks aan doen, is dat ook mijn probleem niet. Dus vergeef mij mensen die daar problemen mee hebben, dat ik soms heel streng ben voor Duitsland. Ja, dan mag Duitsland zelf eens over nadenken. Hoe gaan ze met die vluchtelingen om? Gaan ze die echt opvangen en echt begeleiden? Of gaan ze die weer, hè, gelijk als je weet wel, zo 40-45, hebben ze ook niet echt aan vluchtelingen gedacht, hè? Of aan Joodse mensen bijvoorbeeld. Dus vandaar soms mijn woede ten aanzien van Duitsland. Ik ben geen fan van Merkel en ik zal dat ook nooit niet zijn.
Dus ze kan niet lachen als ze de bevrijding van de kampen herdenkt. En als je een beetje een bewustzijn hebt en een hart, zou je dan toch wel een vreugdesprongetje mogen maken. En ik zie haar dat nog altijd niet doen, dus voor mij heeft ze weinig krediet en is ze niet welkom in de hemel, om het zo te zeggen. Dus ik excuseer mij wel voor foute reacties. Dat gaat dan weer terug naar mensen die dan mij vroeger, ja, martelingen en zo hebben doen doorstaan. Dus ja, de 10 geboden zegt, zie uw familie en uw ouders graag, maar die waren wel medeplichtig. Dus ja, we kunnen dat misschien best vergeven, maar vandaar komt dat allemaal bij mij, dat ik soms een keer veel te keer kan gaan. En telepathie, oké, het bestaat, er zijn boeken genoeg over. Je kunt u altijd met iemand verbinden vanuit je hart, doe je dat. Heel belangrijk. Ik heb altijd met een engel bij mij, bij wijze van spreken. Je moet wel wat verder, maar goed. En, maar dat bestaat allemaal. Dus daar is genoeg onderzoek naar gedaan. Soms kun je een keer naast zitten. En, maar ik laat daar verder geen discussie over ontstaan. Onderzoek dat gewoon, parapsychologie. Regeringen maken er allemaal gebruik van, dus waarom zou het allemaal niet bestaan? Maar als dan een gewone burger dat mee naar boven komt, of wat waarheidsonderzoek doet, of wat experimentele wetenschappelijke documenten raadpleegt, dan zou het allemaal niet waar zijn, terwijl het de VN dat zelf verkoopt. Dus ja, kom aan. Zeg toch gewoon dat het zit, mensheid. En dan denk ik vooral onze wereldleiders, dat is niet voor een select clubje, dat mag iedereen weten. Dus blijf daarbij. Dus dat dat allemaal binnen loges wordt doorgegeven, dat is onzin, dat dient voor iedereen. Mag natuurlijk niet misbruikt worden. Bepaalde dingen kun je ook niet verklaren, daarom dat mensen muziek gebruiken en films en poëzie om dingen door te geven, zodat dat... I'm gonna speak in a language that they'll understand, think Muse. Voilà, dat is in een taal die iedereen begrijpt. En als je dan over bepaalde ervaringen spreekt waar weinig mensen iets van begrijpen, word je automatisch gek genoemd. Dat wil niet zeggen dat je gek bent, dat wil gewoon zeggen dat je dingen weet of ervaren hebt of meer doorstaan hebt waar anderen nog niet aan toe zijn, maar... Dat is geen waanzin. En verder voor iedereen... Ja, complottheorieën, daar wil ik nog iets over zeggen. Flip daar niet op door. Sommigen zijn waar. Ik versta er steeds versteld van hoe onwetend ik vroeger was, toen ik dat weggelacht heb. En dat ik nu weet wat ik nu weet, dat er dus wel degelijk heel veel toch wel in de richting juist zitten. Wat nu wil zeggen dat alle complottheoretici juist bezig zijn... Want Hitler was daar, friekte daarop door, en Stalin ook, dus altijd met een korrel zout nemen. Protocollen van de wijze van Zion zou een vervalsing zijn, volgens sommigen, was het van de Russische geheime dienst om de socialisten in een slecht daglicht te stellen, of de Joden, of wat was het ook alweer. Volgens andere bronnen is het dan weer wel waar. Er zitten elementen in dat we toch doen nadenken. Maar ik kan er niet van wakker liggen, in ieder geval. Het enige dat mij interesseert is de vrijheid van de mensheid, waarheid en de wetenschap dat het goede altijd wint. En dat stelt mij gerust. Dus. Oké, de komende dagen worden heel spannend. Vanaf dag 11, 12, 13 september en dan richting de 23e. We verwachten wel het een en het ander, maar... Angst is een slechte raadgever, dus blijf in de liefdeskracht. En ja, Duitsland, sorry dat ik zo streng ben voor jullie, maar dat hebben jullie vooral aan jezelf te danken. Ik ga me niet excuseren. Bewijs dat jullie niet meer zijn zoals onder Hitler. En dan zal ik helemaal veranderen, maar jullie zijn voor mij echt niet het beloofde land. En mijn grootmoeder had ook Duits roots, maar kwam me daar niet zo altijd even goed overheen. Dus... bewijst het tegendeel en niet de media zo wat veranderen, het beloofde land en zo. Duitsland is nooit mijn beloofde land en zal dat ook nooit zijn. Het zal wel naar Israël gaan dat dat moet. Dit gezegd zijnde wens ik iedereen veel liefde, veel waarheid, veel vreugde. En de leugenaars en de bedriegers en degenen die alles verdraaien en manipuleren, wie dat ook mogen zijn... Of die de struisvogelpolitiek toepassen. Die zijn gewoon niet welkom in mijn bestaan. Voilà. Dit was even een bedenkingsnacht. En hier komt het allemaal vandaan.
Daar hebben de vrijmetselaars alles gepikt bij de shamanen. En die doen dat dan behind the scenes zelf allemaal. Maar als er iemand met shamanisme begint, of dan is hem schizoïde of schizotypisch, want dan ben je met het occulte bezig. Nu, die zijn er allemaal zelf mee bezig. Elke regeringsleider ter wereld is daarmee bezig. Dus als andere mensen daar dan ook mee bezig zijn, dan is elke wereldleider eigenlijk gestoord. Ah ja, want die doen juist hetzelfde. Het is allemaal onzin. Luister dan niet naar die waanzin, naar die nonsens. Dat is gewoon kennis weghouden bij de mensen en dat moet stoppen. En dat is het enige dat ik te zeggen heb. We hoeven niet te buigen voor geen enkele klasse van mensen die het alleen maar voor hun eigen wil douwen en het niet wil delen. Daarom maak ik dit filmpje, want ik wil het delen met iedereen. Het is voor iedereen, alsjeblieft. Fijne avond nog. Blijf zen. En nooit bang zijn van geen mafiosis, van geen leugenaars, van geen huichelaars, van geen fariseers, van niemand, van niks. Of het alleen zien dat je bij je hart blijft. En laat ze maar zeggen, mensen die gaan lopen van iemand dat een beetje boos wordt als er gelogen en bedrogen wordt. Daar is niks mis mee. Als je even je bewustzijn verplaatst, wat heeft die mens meegemaakt dat hij zo reageert? Maar misschien heeft hij vroeger wel dingen meegemaakt en heeft ze nooit enige geluisterd. Totdat je er politie bij haalde en zo, oh meneer, je zult ze wel zien vliegen, want hier op mijn papieren staat die. Papieren kunnen vervalst worden, ik heb het al zelf meegemaakt. Niet iedereen is even eerlijk in deze tijd van Kali Yuga, dus laat jullie niks wijs maken. Ik heb ze nog allemaal op een rij. Ik kan soms heftig reageren, maar ik heb ook een heftig leven en ik verdraag dat allemaal. Maar ik ben geen leugenaar. Ik denk niet dat ik er heel... Alleen mensen die mij echt kennen zullen wel weten dat ik mijn hart op de juiste plaats heb en dat ik strijd voor de goede zaak. Dus wie dat het tegendeel wil beweren, mag dat van mij. Maar ik heb mensen al heel veel kansen gegeven en dat gaat van tot advocaten toe. Die dat dan, meermaals blijk gegeven hebben dat ze van nu geen nacht wakker liggen. En die dat dan denken, oh, dat is toch maar een die dat we van alles kunnen wijsmaken enzovoort enzovoort. Maar denk dan dat ze met een verkeerde bezig zijn, dus. Hier staat een planeet op het spel en een mensheid. En mensen die dit tegenwerken, die doen dan serieus schuldig verzuim. Mogen daar eens over nadenken, want die hebben ook kinderen en kleinkinderen. En zouden die graag hebben dat dat in een wereld van enorme slavernij gaat opgroeien? Denk het niet. Maar komt niet klagen als het te laat is. In de naam van Michael en de rest kan stiekem. Nee, dat is niet waar. In de naam van David, Michael, Mary, Christo. All the angels, the archangels and humanity in the first place. So, ik ga ze biedt mijn pen erbij pakken ze en mijn bloknot. En ik ga, ik hoop dat onze lieve heer mij vergeeft dat ik vanavond meegedronken heb van een pintje. Maar ja, ik wil mijn menselijkheid bewaren. En ik rook nog altijd. Als ik rook, dan is het teken dat ik stress heb. Maar ik laat dan nu ook zien dat ik soms stress heb, maar ik kan dat wel goed verdragen. En ik slik onder dwang, hebben ze mij, in samenspraak wel met Michael, teruggedwongen bijna om weer van die rotzooi te slikken. Ik kreeg dan bekend een hartaanval en hebben ze dat direct verlaagd. Ja, ze geven dan wel toe, ja, het stond wel in de bijsluiter, maar tegen uw ouders gaan ze dan zeggen dat het niet daarvan komt. Dus ja, dat is zo weer... Leugens dat ik in mijn leven meemaak. En ik denk dat het bij sommigen te warm onder hun voeten wordt. En dat is niet bij mij, want ik sta recht in mijn schoenen. Ah. Nog eens bewijzen, ik sta recht in mijn schoenen. Ja. Love is our resistance and we are not about to give up. Stay in the peace. Don't fear anyone, no dictator, nobody, no pharaoh, nobody who claims to be the solution, but it's more the problem. I try to work on solutions. And all the liars and all who choose for the big money, but are the greatest enemies of mankind, I wish them all a nice goodbye. Bye bye. And I'm gonna stay.